Sons of the Forest gaat uitkomen op 22 februari. En nu denk jij misschien, maar huh, die game was toch al uit? Soort van, hij was beschikbaar in Early Access. En de 1.0 release, dus de volledige game, gaat uitkomen op 22 februari. Sinds de Early Access uit is, zijn er al heel veel updates geweest met nieuwe voertuigen, nieuwe verhaallijnen, nieuwe wapens. Het is eigenlijk een hele andere game dan aan het begin. Dus ik ga hem zeker nog een keer spelen. Wil je verder niks missen over de Toste games? Volg ons dan hier.